Bonjour, welkom bij een nieuwe video van mij. Mijn naam is Nancy, a.k.a. Mrs. Stiletto. En vandaag ga ik het hebben over een heel mooi boek dat ik heb gelezen. Niet schrikken, want Terugkeer naar Inverness is hartstikke dik, as you can see. Het boek telt wel 768 pagina's. Ik heb het geleend bij mijn lokale bibliotheek. En ik denk dat ik het tweede boek van de reizigerreeks misschien nog wel veel mooier vond dan het allereerste. Eerder schreef ik al op mijn blog over de reizigerreeks, over het eerste boek wat ik had gelezen. Ik ben in aanraking gekomen met de reizigerreeks door middel van Outlander. En dat zat zo. Ik ben zelf een massive Poldark fan. Ik kon er maar niet over ophouden tegen een vriendin van mij. Ik bleef maar zeggen, oh, Poldark is zo mooi. Je moet het gaan zien. Je moet het gaan zien. Je moet het gaan zien. En zij zei elke keer, ja, leuk dat jij naar Poldark zit te kijken, maar ik kijk naar Outlander. Heb je dat al eens gezien? Nou, dus in een periode dat Poldark niet op televisie was, dacht ik, nou weet je wat, ik begin er gewoon aan Outlander. En ik vond het zo'n geweldige serie dat ik dacht aan het einde van het eerste seizoen, van ja, dit vind ik zo heerlijk, ik wil gewoon boeken lezen. Dus reserveerde ik het eerste boek bij mijn bieb en dat beviel me super goed. Ik heb er dus een blog over geschreven, ik zal de link hieronder wel eventjes plaatsen. En ik was er heel erg enthousiast over. Maar nu dacht ik, ga ik het andersom doen. Ik lees eerst het boek en dan kijk ik de rest van de seizoenen af. Nou, dat heeft behoorlijke tijd geduurd voordat ik hier aan begon. Ik was namelijk afgelopen jaar aan het afstuderen en zo allemaal. Dus ik had iets andere dingen aan mijn hoofd. Maar recentelijk heb ik dus het boek uitgelezen. En ik vond het zo enorm mooi. Ik denk serieus dat ik met dit boek nog meer me aanwezig voelde in die tijd. Ik werd veel meer meegesleept eigenlijk dan in het eerste boek. En ik denk dat er eigenlijk mee te maken heeft, omdat ik in het eerste boek natuurlijk eigenlijk het seizoen al had gezien van Outlander. Dus dat ik misschien daarmee de zaken die ik aan het lezen was, daarmee aan het vergelijken was. En in dit geval kon ik gewoon helemaal gewoon vrij, weet je, mijn fantasievrij loop laten gaan. En gewoon helemaal meegesleept worden in dit bijzonder mooie verhaal. Wat ik zeg, het is best wel een aardig boekje, maar ik heb echt geen moment verveeld. Het was echt heerlijk om te lezen. En ja, de laatste pagina's had ik ook eigenlijk al online gelezen, dat wordt echt huilen. Dus ik dacht, nou, daar doe ik eventjes wat tijd voor inplannen, om er even rustig voor te zitten, zodat ik niet even hapsnap het einde van het boek uitlees. Ik wilde daar eventjes echt in die droevigheid, desnoods of zo, gaan zitten in die emotionele toestand. Nou ja, in ieder geval, het is dus zo mooi dat ik het, ik heb het boek inderdaad uitgelezen. Nou, zo extreem veel huilen viel wel mee, vind ik zelf in ieder geval. Het grappige is alleen wel, toen ik nu het boek heb uitgelezen en dan ben ik meteen met seizoen 2 begonnen van Outlander. Toen moest ik wel meteen in de eerste aflevering heel erg huilen, omdat je al die context nu hebt. Je weet nu hoe het in elkaar steekt. Je weet nu wat er gebeurt. Je weet wat voor geschiedenis zich heeft afgespeeld. En nou ja, wat ik dus wilde zeggen in ieder geval is een enorme aanrader. Lees eerst de boeken, kijk dan de serie, want het is echt de juiste volgorde, zeker in dit geval. Ik heb er heel erg van genoten en ik raad het jou dus ook aan. Het tweede boek heet Terugkeer naar Inverness. Het eerste boek heet De Reiziger. In het Nederlands is het dus uitgekomen. Heet het De Reiziger Reeks. De Reizigerserie. En in het Engels is dat dus Outlander. Wat ik zeg, het eerste boek heet De Reiziger. Het tweede boek heet dus Terugkeer naar Inverness. Deze vond ik echt, zoals ik al zei, mooier dan het eerste boek zelfs nog. En ja, ik vind het ergens gewoon jammer dat ik pas na zoveel tijd soms achter dit soort dingen kom. De reizigerreeks is al gestart in de jaren 90. Ik geloof het eerste druk nu van het tweede boek, die was dan in, ja, 1999 is dit al uitgekomen. En ik kom er nu pas eigenlijk gewoon eens een keertje achter. Ik bedoel, 20 jaar later. Hallo, hier ben ik. Anyway, heel erg beroemd natuurlijk en ja, gelukkig dan toch dat een vriendin van mij erop heeft gewezen van nou, ga eens eventjes naar Outlander kijken, hè, als je zo fan bent van Poldark. Toch heel erg fijn dat mijn vriendin er eventjes op heeft gewezen, want ik ben dol op dit soort boeken. Houd jij ook van geschiedenis, liefde, passie, intriges en een boek waarin je je echt helemaal kan verliezen? Dan raad ik jou in ieder geval De Reizigerreeks aan. Tweede boek in particular. Maar nu kun je pas lezen als je het eerste boek hebt gelezen. Hartstikke bedankt voor het kijken en laat in de comments achter of dat jij ook Outlander kijkt.
En laat me ook eventjes weten tot je aan de boeken bent begonnen. En mocht jij nog een leuke aanbeveling hebben voor andere historische romans of zo, ik hou me altijd aanbevolen. Laat het hieronder in de comments achter. En vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Ik upload regelmatig video's over geluk, reizen en duurzaamheid. En daarnaast ben ik heel erg fan van boeken, films en series. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!